Welkom bij Paul's Model Train Stuff. Het is hier even nog een rotzooitje. Dat krijg je met van dat soort grote projecten met heel veel LEDs en veel solderen. Dus moet een klein beetje opruimen hier. Om het een beetje ooglijk te maken. Niet alle belangrijke dingen weggooien. Eigenlijk heb ik de afgelopen weken gewerkt aan mijn kerstverlichting voor in mijn boom. Al het soldeerwerk en lijmwerk is nu klaar. Nu is het alleen nog even alle effecten erin programmeren. En dat doe ik tussen de rest van de zaken door. Maar ik dacht, het is wel weer tijd voor een Paul's Model Train Stuff. Zo, dit ziet er weer een beetje uit als een werkbank. Zo. Hopsakee. Oké. Deze jongeman hier, een diesel-elektrische locomotief van de NS-serie 2200-2300. Ik had hem al laten zien. En dit is voor mij ook pas de tweede keer dat ik hem uit zijn verpakking haal. Dus, even zien. Ik ben benieuwd of dat hij überhaupt zou rijden. En ik moet even met een klein druppeltje lijm aan de gang. Oh nee. Alles blijft vallen. Het is hier nog een puinhoop. Even één ding vastzetten hieraan. Dit is er eentje met een plastic reling. Ik weet dat er ook zijn met metalen reling. Maar die heb ik niet. Ik heb de plastic. Dat is jammer. Het ging zo goed en dan valt er toch nog een druppeltje lijm op het plastic. En vanwege het soort lijm dat ik gebruik, zie je dat meteen. Tja, niks aan te doen. En verder. Ik ben benieuwd. Of die überhaupt rijdt. Ik kreeg als instructie mee dat er een beetje olie in moest. Ik zou hier eigenlijk gewoon nog een derde rails aan moeten leggen. Want deze is nog volledig analoog. Ik had hier net nog een paar draadjes. Kijk aan. Zo. En ik heb hier een klein breadboard waar ik eventjes mijn voeding aan doorgepatcht heb. Ik ben alleen benieuwd. Wacht even. Ik ben heel veel aan het doen geweest, dus ook mijn voeding lag eruit. En die soldeerbout hoeft ook niet meer zo warm. Ja, dat is stroom. Tja, het is niet veel.
Maar het lijkt te rijden. Kijk. Een beetje olie is een understatement. Dit klinkt als een oude koffiemolen. En het ruikt als... die nodig wat olie in moet. Eens kijken. Want ik ben benieuwd wat hierin zit. En hoe dat hier open moet. En ik ben eigenlijk ook wel benieuwd of het zijn verlichting het nou deed. Want ik zie hier toch plekken waar lampen zitten. Stroom. De wielen moeten echt schoongemaakt worden. Dat is zeker. De cabineverlichting doet het in ieder geval. De voorkant zou ik niks branden. Nou. Is dit nou een schroefgat? Dat is een schroefgat. Kijk eens aan. Uiteindelijk is dat dan toch waar het om gaat. Hoe krijg ik hem open? Deze schroef is... ah, hij zit los, maar hij komt er nog niet uit. En nu... dat is leuk, dit dakje. Daar heb ik niet zoveel aan. Ik denk dat ik even op moet gaan zoeken. Hoe ik deze open moet maken. Voordat ik hier iets kapot ga maken. Oké. Okay. Dus, eerst heb ik de trap eraf, de trapleuning eraf gehaald. Nog wat andere decoratieve dingen. En dan kun je... via de achterkant zo omhoog halen en dan zie ik dat hier ook nog wat decoratie vast zat. Die haal ik er ook voorzichtig af. Zo. En zo. Nou, dan heb ik hem toch grotendeels vrij. Hier is de printplaat in ieder geval. Ik ben benieuwd of de lampjes het nog doen. Dat lampje doet het. Ik weet niet of dat nou... kijken. Ik hoor ook langzaam de motor brommen. En dit lampje... doet het ook. Nou, daar is niks mis mee. Dan is dit de motor. Nou, eens kijken wat onder de printplaten zit. Uiteindelijk denk ik, als ik het zo zie, dat met een kleine decoder dit nog wel eens te digitaliseren is. Dat is misschien nog een leuk projectje voor later. Zo. Deze kabels zitten vrij strak. En ook aan deze kant. Hieronder zit het motorwerk. En de motor zelf zit nu ook los vanwege die schroef die ik los heb gedraaid. Zo. Kijk eens aan. Via deze twee pinnen hier. Zo,
Via deze twee pinnen hier wordt de motor gevoed. De motor zelf drijft beide assen aan. En al het mechaniek wat ik wil smeren zit dus in die assen. Kijk. Hier zit de diode. Stroom komt binnen. De diode stuurt deze lamp aan deze kant. Hier is een andere diode voor deze lamp. En ik heb mijn voltmeter nog heel erg anders liggen. Anders kon ik even kijken of dat die diodes nog goed waren. Die diodes die zorgen er dus voor dat de lamp maar in één richting aangaat. Als ik het zo zie, dan is het redelijk eenvoudig te vervangen voor een LED. Ontstoringsmechanisme. Ja, in feite kun je deze hele printplaat eruit nemen. En alle bedradingen opnieuw doen. Deze printplaat uiteraard laten zitten voor de verbindingen. Maar naar deze kant heb je hem in principe niet nodig, want het is alleen maar voor de lamp. En dat zou dan ook wat ruimte geven voor de... even kijken. Dan zou de... In dit kleine stukje zou de decoder kunnen. Dat is erg krap. Goed. Dus, wat zit erin? Motor. Twee bordjes, weinig elektronica. Ik zet hem vast. Ik ga even vanaf de onderkant proberen de boel te smeren. Even kijken ook waar mijn smeerolie gebleven is. Ik ben werkelijk alles kwijt. Zo. Ik kan nu wel rustig kijken. Er staat nog stroom op. Volgens mij werkt deze lamp aan deze kant niet meer mee. Ik bedoel eigenlijk de diode, want de... Hij ziet er ook niet goed uit, maar de lamp heb ik net getest dat wel werkt. Ah nee, hij werkt wel als je er maar genoeg stroom op zet. En in dit geval, ja. Het werkt allemaal. Dat is mooi. Dan hoeven we daar in ieder geval niets aan te doen. Nu qua smeren. Is dit te zien? Ja, hier zie je wat rood. Dat is een wormschroefding. Die drijft weer de motor aan. Dus laat ik daar eens mee beginnen. Oh jee. Oh jee. Oh, alles valt hier uit elkaar. Die wormschroef wordt door de motor aangedreven. En die drijft de wielen hieronder weer aan. Heel even een beetje smeren. Dat lijkt me een goed begin. Kijk, het is natuurlijk geen Lima. Daar weet ik precies waar ik moet zijn. Ik heb wel gezien dat deze nodig schoongemaakt moet worden. Deze moet nodig schoongemaakt worden aan de wielen, zodat hij weer stroom op kan pikken van het spoor. Want dat zal nu ook niet zo goed gaan. Even een korte pauze gehad. Het liep niet zo lekker. Inmiddels heb ik
de lok aangesloten met wat bedrading, zodat ik zijn wielen kan laten draaien. En ik heb hier, heemaker, op het IPA op een wattenstaafje. Die kan ik gewoon rustig zo tegen de wielen houden, zodat het wattenstaafje zwarter wordt en de wielen zilver. En nu is ook duidelijk te horen dat er nog wat meer smeermiddel in moet. Maar dat zal ik ook even uit moeten zoeken waar en hoe. Maar goed, dit heb ik er allemaal al vanaf gekregen. Nou, het klinkt als een oude koffiemolen dit. Maar komt dat ook omdat je op de houten plank ligt, maar toch. Kijk, nu branden beide lampen. Dan is toch echt duidelijk iets mis met de diode. Maar ik ben van plan om te digitaliseren. Ik hoop dat dit nog hoorbaar is. Hopelijk dat allemaal nog hoorbaar is, mijn gebrabbel. Maar ik ben van plan om te digitaliseren. En dan lost dat lampripje wel eens zich vanzelf op. Probeer er gewoon rustig aan wat olie in te laten lopen. Zo, stroom eraf. Oh, wat een rust. Kijk, dat was natuurlijk niet zo handig. Ik heb toch het idee dat de meeste herrie vanuit het binnenwerk komt. Hier zit natuurlijk een zo'n gewricht wat aan elkaar koppeld zit, zodat ze los van elkaar kunnen bewegen, die stangen, zodat deze wielen een beetje kunnen bewegen. Ik denk dat daar toch nog de meeste olieschaarste zit, als ik zo naar het geluid luister. Om deze te digitaliseren moeten de spoelen eruit, de diodes eruit. De kabels moeten los van de printplaat. Zodat je eigenlijk de printplaten overhoudt voor de motoraansturing en de lampjes. Nou, ik zou in dat geval denk ik ook de lampjes vervangen voor LED's. Omdat die nou eenmaal makkelijker aan te sturen zijn. Je houdt deze over voor de motorbesturing. Stroompick-up kan dan los. Ja. Er moet ergens nog een condensator zitten. Volgens de handleiding. En die zit precies hieronder. Nou, die kan dan ook los. En op die manier kun je eigenlijk alle componenten losmaken. De decoder erop zetten. En hij zou hier net in moeten kunnen passen. Ik heb zo even geen liggen om te testen of dat überhaupt zo is. Mocht ik dat gaan doen, dan ga ik dat zeker opnemen. Het hele proces. Met inclusief alle fouten. Die zullen er ook genoeg zijn. En maar dat is echt een heel ander, een ander project, een stap 2. Dat wil ik. Daar wil ik nu even niet aan beginnen. Ik heb nog die koploper die ik eerst wil doen. Ik was eigenlijk benieuwd wat hierin zat en waarom dat hij zo'n klerenherrie maakte.
had het idee dat die schroeven er makkelijker uit gingen dan er terug in. Maar het lijkt me wel leuk, oeps, om deze ook digitaal te laten rijden samen met de rest. Even kijken welke wagonnen ik hier aan vast ga hangen. Want ik heb denk ik nog wat oude NS wagons en ik wil nog experimenteren met die kortkoppeling. Misschien kan ik dat beter eerst op die oude dingen doen. Voor ik dat ga doen op die koploper. Maar ik heb er wel meteen genoeg besteld dat ik ook wat kan experimenteren. Zo. Jij hebt je kant. Nou, het blijft gewoon klinken als een oude koffiemolen. Ja, nou ik denk dat het met het helemaal strippen van dit dingetje wel goed gaat komen. Zo, de boel even goed in elkaar zetten. Gelukkig komt de winter eraan. Dan heb ik ook wat meer tijd voor dit soort projectjes. Minder op vakantie en zo. Hoewel, je weet het natuurlijk nooit. Ik hoop binnenkort, dat is dus eind december, weer even thuis te zitten. Vakantie te hebben. En vlug mijn baan op te bouwen om de rest van alle werkzaamheden van het jaar die ik heb gedaan te kunnen testen. Jij moet hier ergens in. Wat een wielwerk is dit. Zo, nou, ik vind het wel even goed zo. Klik, klik, zo. Die lijnpoging moet opnieuw. Misschien moet ik maar gewoon even een hekje bestellen en het hele hekje vervangen. Wielen zijn schoongemaakt. Hij is een beetje gesmeerd, maar dat kan beter. Hij klinkt nog als een oude koffiemolen, maar als ik er stroom op zet, dan doet hij het in ieder geval meteen. En niet als ik er zo mee moet klooien. Ik ga eens kijken. Het is nu een hele lange video geworden of ik me zo op ga zetten. Of dat jullie straks de korte versie te zien krijgen. En in dat geval is dit een hele korte video geworden over de Roco NS2300-2400. Dat is dus de, eens kijken, 41, ik kan dat focussen, 4155. Volgende stap zal zijn het digitaliseren van dit ding. Waarom? Omdat het kan. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer, waarin ik hopelijk eindelijk eens ga beginnen aan die koplopers.